Hey Richard, waar heeft u gespeeld vroeger? Ik ben in mijn jeugd begonnen bij RVV Rijswijk. Ja. Toen was ik heel jong. Op mijn tiende ben ik naar de jeugdopleiding van Feyenoord vertrokken. Daar heb ik 6 jaar lang in diverse elftallen gespeeld. Op mijn 16e ben ik richting Ajax gegaan. En vervolgens heb ik daar mijn debuut gemaakt in het eerste. Champions League gevoetbald en alle Nederlandse vertegenwoordigende elftallen doorlopen. Van onder 14 tot en met Jong Oranje. Na Ajax ben ik een jaar in Griekenland geweest, bij Aris Saloniki. Van daaruit ben ik naar Heerenveen vertrokken. Een jaar bij Heerenveen gespeeld. Toen 2,5, 3 jaar bij Vitesse. Om vervolgens nog 4 seizoenen bij ADO Den Haag te spelen. Ja. Op mijn 34e ben ik nog 10 maanden naar Indonesië vertrokken. Zo, en wat heeft u daar allemaal voor moeten doen? Nou ja, om te beginnen, zeker in het profvoetbal, als je echt bij het eerste elftal zit, is het gewoon heel belangrijk om goed naar je lichaam te luisteren. Dus in tijden dat je merkt dat je wat vermoeid raakt, is het zaak dat je ten eerste je rust heel goed pakt. Dus je moet misschien wat vroeger naar bed op bepaalde dagen. Daarbuiten moet je heel gezond eten, veel water drinken en je goed laten verzorgen. Dus niet met kleine pijntjes door blijven lopen zonder het te melden en zonder het te verzorgen. Ja. Heeft u wel eens dingen moeten laten of voor voetbal? Nou ja, zeker in mijn jeugdjaren. Ja, ik speelde al vanaf mijn tiende bij een BVO, zeg maar. En dan train je gewoon al 3-4 keer in de week. Dus als je vriendjes buiten voetballen, dan moest ik vaak het busje in om naar Rotterdam of naar Amsterdam te vertrekken. Om daar, zeg maar, buiten te spelen in het voetbal. Op iets latere leeftijd in de puberteit, dan krijg je natuurlijk ook met uitgaan te maken, dus dat de vriendjes op stap gaan. Dan moet je af en toe, kan dat niet, omdat jij moet voetballen en jij wil de top halen. En op stap gaan en lang leven de lol, dat is niet echt een goede combinatie met topsport. Oké, dankjewel.